Hallo allemaal en welkom bij dag 7 van papier 31. En vandaag gaan we aan de slag met verzenmark en laten we ook wat verschillen zien met andere inkten en diverse technieken. Nou, de eerste techniek is een watermerk ermee maken. En ik heb een stukje mooi licht zandkleurig papier. Dit heet ook Sahara Sand. En ik heb een achtergrondstempel. En dat is de burlap. En ik heb een achtergrondstempel, dat is de postscript. Die ga ik allebei gebruiken. En ik begin met de burlap. Er zijn speciale blokken om deze stempel op te doen. En dat je dan op deze manier kunt stempelen. Maar bij deze grote oppervlakte vind ik het soms net zo prettig om gewoon rechtstreeks op de stempel de inkt aan te brengen. Mooie ruime hoeveelheid. Als je een klein beetje in het licht houdt en alles glimt een beetje, dan weet je dat er voldoende inkt op zit. Daarna leg ik mijn papier op de stempel en dan druk ik voorzichtig met mijn vingers. En ik zorg altijd dat er één hand hem stabiliseert en met de andere druk ik het toe. En als ik hem dan optil, dan zie je heel zachtjes een heel klein watermerk. Nou, bij deze stempel is het ietsjes minder goed te zien. Dus ik laat het ook nog eventjes zien met de andere stempel, de postscript. Dus een heel mooi, wat eigenlijk het effect hiervan is dat je gewoon een heel fijn structuurtje hebt. Vergelijk maar eventjes met gewoon het papier zonder de structuur. En nu met de structuur. En dan zie je dat het gewoon net even wat extra's heeft. Maar we gaan dus ook nog even laten zien met deze. Er zijn trouwens heel veel verschillende achtergrondstempels. Maar ik vind deze ontzettend leuk om te gebruiken. Dus ook hier, ik druk mijn papiertje aan. En je ziet weer heel zachtjes, ik hou even het andere papiertje erbij waar geen stempel op zit. Heel fijntjes heb je een kleine structuur erop. Om net even dat extraatje te geven aan je papier. Ik zal ook even het verschil laten zien. Want je hebt natuurlijk, bij Stamping Up hebben ze dus van elke kleur papier hebben ze ook een bijpassende inkpad. Nu even het verschil zien. Dus deze is gestempeld met de verzenmark. En deze is gestempeld met de Sahara Sand. En dan krijg je dus een veel duidelijker afdruk. Maar het is net welk effect je voor je achtergrond, of je voor subtiel, of iets duidelijker wil gaan. Dus dat is dus de eerste techniek. Nou, dan gaan we het een klein stapje verder gaan we doen. Want je kunt het dus ook gebruiken, de verzenmark, in combinatie met wat embossingpoeder en met een heat tool. Voor jaren terug, ik denk dat het al iets van 20 jaar terug is, toen ik voor het eerst experimenteerde met embossing. Toen had ik nog niet zo'n mooie fancy heat tool. En mijn moeder die had een heel oude broodrooster, een ijzeren broodrooster. En die, in principe als ik een papiertje daar een beetje in de buurt hield, kon ik op die manier ook het poeder smelten. Dat is natuurlijk niet zo'n hele veilige manier, dus als het even kan, raad ik dus wel een heat tool aan. Een gewone föhn is niet geschikt, omdat als je die op het papier zou houden, zou je al het poeder wegblazen. Maar een beetje ook afhankelijk van wat je tot je beschikking hebt. Maar een heat tool raad ik dus zeker aan. En dan kun je dus het volgende effect. Ik zal het nog op een stukje papier demonstreren. En dan pak ik even de postscript er weer bij. Dus dan leg ik het papiertje, doe ik er weer op.
dan pak ik daarna maak even een klein beetje ruimte hier. Dan breng ik het in embossingpoeder breng ik aan. Nog een klein beetje hier. En dan zie je dat er nu een klein laagje bovenop de verse markt is. Ik gooi het overtollige poeder gooi ik even terug in mijn bakje. Zo. En als je dit smelt, ik doe het nu even niet op de video, want het maakt best veel herrie. En het kan ook best wel lang duren, maar je, in principe, je doet het hiertoe aan en dan ga je langzaam over je papier bewegen. Net zolang tot je het poeder ziet veranderen en ziet smelten. Mocht je papier gaan krullen, kun je op dat moment ook even aan de onderkant kun je dan, de hitte toe, aanbrengen. En dan merk je dat je papier weer wat gladder wordt. Als je dus het papier voldoende hebt verhit en alles is gesmolten, dan krijg je, ik zal er even bijpakken wat ik allemaal voorbereid, dan krijg je dit effect. En dan zie je dus dat het dus een iets donkerder laagje is. Het is wel in dezelfde kleurfamilie, maar op die manier kun je dus een mooi achtergrond maken. En je ziet ook dat als het goed is, dat er een klein beetje glimt. Het is, als je het voelt met je vinger, is er dus een klein beetje relief. Een mooi glimmend effect. Nu is het zo, soms wil je met een kleurtje wil je embossen. Maar dan zou je eigenlijk moeten gaan investeren in allemaal verschillende kleuren van het embossingpoeder. Maar er is gelukkig een tussenoplossing. En ook die zal ik even demonstreren. Dan pak je dus de kleur die je wilt gaan gebruiken. In dit geval gebruik ik de Sahara Sand. En dan pak je ook je, uiteraard je stempel erbij. En dan pak je eerst de Versamark. En die breng je in een ruime hoeveelheid aan. En dit is eigenlijk de inkt waar straks het poeder zich aan gaat echten. Want dat is wat je het eerst aanbrengt, is straks wat bovenop zit. Daarna doe je er nog een laagje overheen. Met de Sahara Sand. En dan druk je daar weer toe. En nu gooi ik het poeder er weer overheen. Ik probeer zoveel mogelijk al meteen in het bakje weer te krijgen. Maar dat lukt niet altijd. Je kunt ook gewoon op je vel kun je het doen. En nu zie je op dit moment alleen het poeder zitten. Ik gooi het poeder even weer terug. Okay. Dus als je dit nu weer gaat verhitten, dan krijg je een ietsjes donkerder effect. En dat is dit. Even ter vergelijking. Je ziet dus een tint donkerder dan op. Dit is dus met alleen Versamark. Dit is Versamark met de bijpassende inkt, de Sahara Sand. Nou, en op deze kleur zul je het verschil niet zo heel goed zien. Dus ik heb ook een voorbeeld met dezelfde techniek en dezelfde kleuren op wit gedaan, op de Whisper White. En als je gewoon op wit de Versamark plus de clear embossing poeder gebruikt, dan zul je gewoon een wit doorzichtig laagje of een wittig, ja. Dan krijg je dus, als je dus op je witte papier de Versamark aanbrengt samen met het poeder, dan krijg je gewoon alleen een doorzichtig laagje. Maar als je dus gebruikt in combinatie met een inkussen naar keuze, dan krijg je dus inderdaad de kleur van het inkussen plus dat dikkere laagje. Dus normaal gesproken is deze inkt, droogt die te snel. En dan moet je te snel werken om deze techniek te doen. Maar omdat je het nu combineert met de Versamark, heb je genoeg tijd om je poeder erop te gooien. En kun je het daarna smelten. Ik zal nu wel even een klein stukje invoegen dat ik het poeder aan het smelten ben. Maar dan
haal ik het geluid er even af, maar dan kun je wel zien hoe het transformeert. Nou, daar zag je dus hoe versneld afgespeeld het smeltproces. Dus bedankt voor het kijken en graag tot morgen.